eigenlijk was de wet waar we het nu over hebben, was al door de Tweede en de Eerste Kamer. En toen kwamen jullie pas met het idee om daar een referendum over te houden. Waarom zo laat? Omdat het pas mogelijk is om ergens een referendum over te houden als de wet op beide kamers is aangenomen. Puur technisch, juridisch, technisch kan je alleen een referendum houden over iets. Een aangenomen wet, ja, die echt door beide kamers is. En dan wordt die in het Staatsblad gepubliceerd. En dan heb je vanaf dat moment 4 weken voor een inleidend verzoek. Haal je dat dan nog 6 weken voor een definitief verzoek. Had je, moeten we eigenlijk zeggen. Ja, had je, ja, want zover zijn we niet gekomen. Wat gebeurde er in de dagen nadat jullie het aan hadden gekondigd en de eerste handtekeningen op hadden gehaald? Wat voor een discussie ontspond zich toen op internet en in de samenleving? Nou ja, vooral weinig discussie eigenlijk, want wij wisten op internet wel wat aan te jagen, maar er kwam eigenlijk geen reactie van het kamp wat wij, laten we zeggen, wilden uitdagen met dit referendum. Het namelijk kamp, de initiatiefnemers. Het voorkamp. Ja, initiatiefnemers van die wet, dus D66 met name, maar ook de lobby daarachter. Die hebben die hele periode, die inleidende periode, die definitieve periode, gewoon niks gezegd. Waarom is dat, denk je? Want dat was hun wet, het kwam van Pia Dijkstra. Op het moment dat Pia Dijkstra haar mond opentrekt om iets te zeggen over het initiatief, op wat voor toon dan ook, aanmoedigend of negatief, maakt niet uit. Dan heb je een discussie, dan is er een interactie en dan wordt het natuurlijk, dan zeg je van ja, geen stel begint dit, Pia Dijkstra reageert zus, ja, dan gaat het heen en weer, dan krijgt het alleen maar meer aandacht. Maar dat deed ze dus niet en nee, dat deed D66 niet. Slim gedaan. Ja, vanuit een debatperspectief vind ik dat heel sneu en tragisch. Dan denk ik van ja, als jij zo gelooft in deze wet, dan kun je hem toch ook wel komen uitleggen. Ja, maar zij zullen zeggen, we hebben toch dit debat al in beide kamers gevoerd, ja, en in de maatschappij. Dus dat is het argument om het vanuit een PR-strategie gewoon lekker stil te houden. Want zolang prominente politici hun mond houden, dan ben ik ook maar gewoon een blogger met een mening die een referendum wil. En een stuk minder belangrijk, gewichtig in het publieke debat dan zij zijn. En dat weten ze heel goed. En daarom houden ze hun mond. Ze hebben jullie door. Ze doen het niet meer. En dan sterft het een zachte dood. Wat betreft het zwijgen van D66 in dit geval, denk ik dat ze ons doorhebben. Dat ze inderdaad slimmer waren dan wij op het debatgebied. Ik denk dat het bij ons ook gewoon de fout ligt. Dat we dus bijvoorbeeld niet stelliger een kant gekozen hebben. Dat we eigenlijk toch hadden moeten inzetten, ongeacht de backlash die dat oplevert op wij zijn tegen deze wet. Kom maar, jongens. Was dat toch uit een bepaalde piëteit met het onderwerp? Want je kiest nogal een onderwerp om een referendum over te houden. Ja. Het gaat niet over zomer- of wintertijd. Dit gaat over een ontzettend essentieel iets. Ja, en dat maakte het meteen zo lastig, omdat het gaat dus letterlijk over mensenlevens. Daar wil je niet overheen, daar wil je niet op trappen. Je wil niet op mensen die wachten op een... Zelfs jullie niet? Nee, niet als het echt over leven en dood gaat, nee. Het is, zij het heel nipt, door beide kamers gekomen. Het is wat het is. Ja. Hoe kijk je erop terug? Ik faal liever met een initiatief dat niet lukt dan dat ik het helemaal niet probeer, omdat ik denk dat het misschien niet lukt of omdat ik bang ben om gezichtsverlies te lijden of zo. Maar liever gewoon wel op die barricade en dan, ja, deze keer ben ik er vanaf gedonderd. Volgende keer proberen we het weer.